van harte welkom bij de vriendschappelijke wedstrijd tussen Ajax en Anderlecht. Gespeeld in een nostalgisch stadion, het Olympisch Stadion in Amsterdam, waar het uitermate goed toeven is op het moment. Vlak voor uiteraard de wedstrijd waar het om gaat over 12 dagen. Die eerste confrontatie met Sturm Graz in de voorronde van de Champions League. Masraoui, alert. Op wilskracht komt hij een eind. Nu moet Neres het stokje overnemen. Kan hij gaan uithalen, Neres? Nou, die pakt de buitenbaan nog eens. Slap schot, Dolberg kans. Ja, goede mogelijkheid. Maar wat te denken van die reflex van Didi Lon. Dolberg met de tip in. En hij tikt die bal dus tegen de handen van Didi Lon. Ja, kans Di Mata. Onana redt aan de andere kant. Tweede kans. En nu zit hij wel. Is het 1-0 voor Anderlecht via de Kroaat Santini. Ajax toch de ploeg die in balbezit is tot dusverre. Gemakkelijker speelt dan de ploeg uit Brussel. Anderlecht dat loert op de tegenstoot. De counter. En uit zo'n tegenaanval wordt er wel gescoord. Eiting, Ziyech. Ja, ja, Didi Lon. Moest wel bij de les zijn. Bakker wint. Labiat, Bakker. Labiat. Het wordt 1 tegen 1. Dat duel gaat hij graag aan. En nu Ziyech en Neres. Geen buitenspel. En de gelijkmaker is een feit. Het wordt 1-1 in de 20ste minuut. Via Neres. Nou, het was een aanval die begint. Helemaal aan de linkerkant bij Ajax. Waar Bakker dus het duel wint. Al combinerend met Labiat. En na het tikkie van Hakim Ziyech ligt de rode loper uit voor David Neres. Ziyech. Risicovolle paas. Komt net niet aan bij Neres. Keeper is eruit. Van de Beek probeert het. En die bal gaat er een meter of twee naast. Maar geen gemakkelijke mogelijkheid natuurlijk. Vranjes. Hoe komt hij hieruit? Bakker pikt op. En nu een beetje ruimte voor Van de Beek. Ja, Neres niet beschikbaar als aanspeelpunt. En weer de omschakeling. En weer Di Mata. 1 tegen 1 met Schuurs. Di Mata. Nou, het scheelt niet al te veel. Santini, ja, die kan die bal doorsteken naar Di Mata. Schuurs glijdt uit. Di Mata kans, kans, veel tijd. Maar hij doet er veel te weinig mee. Orejuela sluit door. Goeie tackle daar van Eiting. Er komt een beetje meer pit zo in het spel van Ajax met Eiting. En Labiat. Ja, die kan uithalen natuurlijk. En bijna scoren ook nog, want die bal wordt aangeraakt. Orejuela moet handelen. Oh, ja, niet zo natuurlijk. Di Mata en een penalty. Ja, die bal gaat op de stip. Die bal gaat op 11 meter. Fluit, Kamphuis. Als Orejuela zich geen raad weet met die bal van Onana en daar de buitenkant van de enkel pakt van Di Mata. Landry Di Mata. Trekt zijn kousen op. Kijkt naar Onana. Oeh, ja, die zit nog wel in de goede hoek, maar de bal is goed ingeschoten. En Anderlecht komt opnieuw op voorsprong. Het staat 1-2. Kobo. Santini, eerste paal. Santini, eerste paal. En wat een wonderschone goal van Santini. De Kroaat maakt op schitterende wijze de 1-3. Ja, de Kroaten zijn hot vandaag de dag.
Ook deze Santini. Trebel verslikt zich in Siem de Jong. Huntelaar moet handelen. Di Mata verdedigt mee. Labiat. Ruimte op rechts bij Neres. Ja, Siem de Jong weet het. Hij weet het, maar krijgt de bal daar niet. Oh, toch Neres nog. Labiat, Neres. En Didi Long voorkomt de aansluitingstreffer. Eiting haalt uit. En opnieuw de keeper. Die even de hoofdrol nu vertolkt. Ja, dan zal dat een enorm gemis zijn voor Anderlecht. Hier Huntelaar kan uithalen nog eens. Ja, dat was bijna de 2-3. Vlijmscherpe uithaal van Klaas-Jan Huntelaar. En echt volle bak daar bij keeper Didi Long. Als Jochem Kamphuis gelijk maar affluit voor het einde van deze wedstrijd. Nu het vizier snel naar het trainingskamp in Engeland. En daarna de focus op de eerste wedstrijd tegen Sturm Graz. In de voorronde van de Champions League over 12 dagen.